Met de zomer op komst is het seizoen van de eikenprocessierups in de Achterhoek weer begonnen. In Oude IJsselstreek hebben ze na jaren van bestrijden het gevoel dat de plaag onder controle is en dat inwoners minder last krijgen van de irriterende brandharen van de rups. Ik heb niet het idee dat het toegenomen is. We hebben natuurlijk een tijd gehad waarin inderdaad heel veel inwoners overlast en last hebben ervaren. We hebben de afgelopen jaren gezien dat de druk wat afgenomen is. We hebben denk ik ook wel wat onder controle, maar we hebben ook het idee dat de rups er wat minder is. Deze plaag die is er eigenlijk al een jaar of 15, is hij hier al in Nederland. Hij is in deze regio, ik denk nu een jaar of 10 dat hij nu actief is. En hij is nu eigenlijk verspreid door heel Nederland heen, want het rupsje komt eigenlijk oorspronkelijk uit Frankrijk. Over enkele weken komt de rups uit, waarna de brandharen vrijkomen. Daarom is het bestrijden nu al gestart. Nou, dit is preventief. Hè? Op het moment dat de rups, als de blaadjes aan de bomen komen, dan gaan de rupsjes gaan eten. Nou, er wordt een biologisch middel gespoten, zoals we net hebben kunnen zien. Centari is dat. Daar eet de rups dan van. En doordat dat hij dat eet, dan komt hij te overlijden, laat ik maar even heel netjes noemen. Is het schadelijk voor de mensen, voor de omgeving of alleen puur voor de rups? Het is alleen schadelijk voor de rups. Het is niet schadelijk voor vogels, niet schadelijk voor mensen. Het middel wat we gebruiken wordt ook gebruikt voor op de kopjes sla wat in de supermarkt ligt. Bij de voetbalvelden van GWVV in Vasselder zijn woensdag de eiken preventief behandeld. De werkzaamheden zijn deze week op verschillende plekken in de gemeente te zien. Plekken waar veel publiek komt, sportvelden zoals hier, langs wegen heen waar veel fietsers komen, pleinen, peuterspeelzalen, scholen. Enzovoort. Mocht de preventieve behandeling op enkele plekken niet voldoende zijn, kan er alsnog voor gezorgd worden dat er van de eikenprocessierups geen overlast komt. Komen er nog nesten voor? Is er nog weer nestvorming? Dan zullen wij die weghalen. Hè. We kunnen ze inspuiten met een Rufix, dat is een fixeermiddel, of we zuigen ze weg.